Hallo dames en heren, van harte welkom bij weer een nieuwe aflevering van Lucasfilm Door. Op dit kanaal spelen we meestal 3D Mario, of Duel Master, of Mario plus Rabbids. Maar even tijd voor een andere serie. Ja, die serie die is niet afgemaakt, nog. Deze bestaat uit 13 afleveringen. Dit is de 7e. En nou ja. Ik heb een let's play plan. En dat betekent dat alle banen één keer langskomen. En ik heb ook bedacht met wie en hoe ik de afleveringen ga doen. En soms heb ik enkele regels genoteerd. Want het lijkt me bijvoorbeeld leuk om ook een keer de 200 cc te doen of met hectische items. En ik had beoogd om eerst Twomp's Tempel te doen. En dat gaan we ook doen. Alleen, ja, ik had dus de volgorde gezet. Twomp's Tempel, Cheap Cheap Strand. Maar als we dat dus om en om doen, dan is dat niet zo'n probleem. Lang niet gedaan, Mario Kart 8 op de Wii U. Oké, gaan we dan. Die regels waar ik het net over had, hectische items en 200 cc, komen we uiteraard in latere afleveringen nog op. Deel 7 is voor nu het onderwerp wieën met z'n drieën, want zoals jullie hebben kunnen zien, in het begin van de aflevering stond er naast Margot nog een andere mini-personage op de wereldbol. Namelijk die van haar BFF Lotte. Shoutouts naar Lotte. Ja, zo gaat dat. Hoe doen ze het eigenlijk? Ik kan niet zo goed op het kaartscherm kijken en personen onderscheiden. Zo te zien staat Margot 4e. En tot de 9e. Dat wiel daar ga ik nog inhalen. Want ik wil over het blauwe ding. Want dat is volgens mij de snelste en de makkelijkste weg over het water. Over de sector met het water. Als je niet wilt, hoef je niet door het water heen. Dan kun je ook gewoon omrijden. Onder de Twomps moet je dan wel door. En precies op de finish word ik gebliksemd. Betekent dat het niet meer uithaalt eigenlijk. Volgende moet zijn Cheap Cheap Strand. Dus hopelijk kiezen ze deze weer. Even wachten op Lotte die binnenkomt. Nu. Nee, nu. Ja, uitslag. Plus 15, maar gewoon derde. Netjes, niks mis mee.
Chip Chip Strand. Volgende. Mijn favoriete baan uit deze Mario Kart game. Omdat ik hem uiterst goed hergemaakt vind. Want Chip Chip Strand is ook al in de DS-versie verschenen. Dus dan zit hij nu in de onderste cups, de Retro Tracks. Was dat heet. En. Nou ja, door de tijd heen wordt de level design wordt allemaal mooier, wordt allemaal scherper. Dan krijg je ook nog dat de Wii U spellen in HD zijn. Dus ik vind het gewoon waanzinnig hoe ze deze track hebben teruggebracht. Ik kan niet anders zeggen. Red Shell getorcht. Banaan offert zich op. En er komt er nog één. Die kan ik niet dodgen. Ja. Daar kun je er wel moeilijk over gaan doen, maar. Er staat niks op het spel. Dus dan heeft het geen zin om je druk te maken. Denk liever om je hart. Want om een hartaanval zit je niet te wachten. Baby Luigi's pet die kwam net boven water. De rest van zijn lichaam niet. Vond ik wel grappig. Oké, de laatste ronde alweer. Ik zag dat Lotte net derde stond. Was goed bezig. Alleen, je ziet bij mensen die het waarschijnlijk minder vaak spelen. Ik weet niet hoe vaak Lotte dit spel speelt. Maar... bij mensen die het minder vaak spelen, als je dan op het eerste rechte stuk veel winst maakt, dan gaat het de eerste ronde nog wel, maar dan zie je dat ze in de rest van de race eigenlijk terugzakken. Finish. De volgende. GBA Sprint Lint. Even wachten tot iedereen binnen is weer. Hopelijk krijgt Lotte een verbetering van haar positie. Ah nee, ik denk het niet. Peach gaat voor haar finishen. Alleen Toadette nog achter haar. Lotte doet ook met het Wii Wheel. Misschien komt het daardoor dat ze dan niet zo makkelijk de controle over de kaart heeft. Dat kan. Dat heb ik ook. Ik doe het ook liever met een joystick. Zoals hier op de gamepad. Nu. En we wachten. Ja, Ribbon Road. Wordt hem. Je hoeft niet eens meer aan het rad te draaien. Ik zou het wel leuk vinden voor de snelheid van het spel, dat als iedereen dezelfde baan kiest, dat je dan niet meer aan dat rad hoeft te draaien, dat dan ook niet meer gebeurt. Dat lijkt mij gewoon, iedereen kiest Ribbon Road, dus er is geen mogelijkheid op een andere baan. Dan gaan we gewoon Ribbon Road spelen en dan hoeven we niet, is nog blablabla. Tip voor Nintendo. Wat ze ermee doen, moeten ze lekker zelf weten. I am just saying.
En Ribbon Road heeft een paar bochten waar je lekker door kunt driften tot oranje. En in Mario Kart 8 Deluxe zelfs tot paarse vonken onder je wielen. Dus ik vind dat een goed baantje. Niks mis mee. En ook ontzettend leuk dat ze gewoon een kinderkamer met een racebaan. Waarschijnlijk van, hoe heet dat spul? Ik weet niet. Ik kan er even niet op de naam komen, maar gewoon een Mario fan. Van kleins af aan. Heeft zijn kamer helemaal ingericht in Mario. Heeft allemaal Mario speelgoed. En dat zie je dan in de omgeving. En het was me nooit opgevallen dat dit eigenlijk een kinderkamer was op de Game Boy. Want op de Game Boy was deze al verschenen. Net als Cheap Cheap Strand op de DS. Maar nou heb ik niet bijster veel Mario Kart Super Circuit gekeken, maar het was me niet opgevallen en ik vind het weer een geweldige remake. Dat moet ik zeggen. Even kijken of we die afsnijweg kunnen nemen. Nee, jammer. Hey, komt op vuurbal. Laatste ronde. Wario. Kom ik nog dichterbij? Nee. Scheelt een seconde. Ai. Ja. Shit happens. Zo te zien gaat het helemaal niet goed met Lotte, maar Hogwarts dan nog, wat was het, vieren? Maar ik kan het best begrijpen voor een beginnende speler. Als die, over zo'n bochtige en golvende baan moet rijden. Dan kan ik best begrijpen dat je dan nog niet helemaal onder de knie hebt. Ja, de laatste dus. Neo Bowser City. En dan is de aflevering alweer klaar. Maar de aflevering van Mario Kart 8 die gaan niet bijzonder kort duren, want met een race ben je al gauw 3 minuten bezig, dus dan per race 12 minuten en dan een beetje tussenpozen. Dat komt dan toch wel tot een redelijke lengte, wat we op deze, wat we op dit kanaal noemen, een reguliere aflevering tussen de 15 en 25 minuten. Voor de nieuwe mensen. Want de mensen die mij vaak kijken, die wisten dat natuurlijk al. Want ik heb dat al een paar keer gezegd. Vaak bij Mario & Rabbids en Super Mario Odyssey. Gaan we wel eens over de over die tijd heen. Ik moet echt bijna aan de Switch van, van de Switch naar droog oppervlak naar nat oppervlak. Want op nat oppervlak, dan ga je echt, zeg maar, heel lang door. Maar als je dan ineens op droog oppervlak komt,
Zoals hier. Nou was hier geen bocht, maar even een goed voorbeeld. Komt nog een ronde. Ja. Hier. Dan kan het best voor verwarring zorgen in je hoofd. Het zit tussen je oren natuurlijk hoe goed je dat onder controle hebt. En daar is de laatste finish. Nog een bots. Een botsing met het uithangbord van Mario Kart. Zo te zien heb ik niet de makkelijkste banen voor Lotte uitgezocht. Maar de aflevering die is opgenomen. Dus hier kan ik wel wat mee. We zitten op 16,5 minuut. Goeie tijd. Ik wil ook nog eens een keer een dubbele Grand Prix doen. Ook met Margot. Ja, wat ik nog niet gezegd heb. Onze andere grote vriend die u wel eens in Mario Kart aflevering heeft kunnen zien. Bas. Die heeft geen Mario Kart 8. En ook geen Mario Kart 8 Deluxe meer. Dus, hoe naar ook. Bas komt ons niet meer vergezellen in de komende 6 afleveringen. Er zijn er nog 6 te gaan. 13 min 7. En ja, ik weet niet precies hoe het zit, maar in ieder geval de rest van de multiplayer aflevering waar ik iemand aan de andere kant van de lijn moet hebben, als het ware, die gaan met Margot. Dus dat is alles wat ik voor deze aflevering te zeggen heb, specifiek. Natuurlijk zou ik nog wel graag willen dat je abonneert, een duimpje omhoog doet als je genoten hebt van deze aflevering. En wil je op de hoogte blijven van de activiteiten in Lucasfilm Door Studios. Er was laatst een grote update hier ook. Hebben jullie kunnen zien op mijn Snapchat. En misschien in de nabije toekomst ook wel op Instagram. Veel invloed gaat hebben op mijn prestaties hier. Namelijk, ik heb een tv op mijn kamer gekregen. Dus ik hoef niet meer al mijn spullen naar beneden te verzamelen. Naar beneden te halen voor de Nintendo Switch opnames. En ja, dat krijg ik dus allemaal op mijn sociale media te zien. Natuurlijk ook Facebook. Instagram, zei ik al. En Twitch voor livestreaming in de toekomst ook nog. Dus, dat gaat hem worden voor vandaag. Ik wens jullie nog een hele fijne dag.